Van harte welkom. Voor mij is wel een beetje die 100 mensen komen naar de modeshelling. En niet dat de dames van de Geuze Raad in huis werken, want dat doen ze een hele jaar door. Maar meteen is het best wel een beetje fris, hè? En we zijn zijn dat in de vereniging. En wat zeggen ze dan toen de kerk afgemoeid? Ja, geen verwarming worden, dat kost geld. Zo zijn ze alleen met geld. In die dames. Als je daar komt en af en toe kom ik daar met de Geuze Raad. En dan is het hartstikke druk. Ze zijn allemaal aan het werk, heel hard aan het werk. Dan komen we weer naar de loop in, zeggen ze dan even, maar we gaan wel door, hè. Het hele jaar. Dank stof voor weer. En als je nou, kort voor 1 april komt, dan is alles mijn beweging. Geweldig, die dames zien. Straks, dan zeg ik dat al in. Ze waren zo hard bezig dat ze op een gegeven moment een oproep moesten doen. Wie heeft er nog wat stoffen om te maken? Heel veel mensen hebben daar een vlag aan gegeven. En zijn de derde stoffen gekomen. Dus ik denk voor de dames niet alleen nu, maar ook de volgende jaar. Hopelijk dat we misschien een klein aan de doelgroep komen. Een opmaat vanmiddag. 1 april 2024 op de tweede paarsdag. We verwachten allemaal de mensen. Jullie natuurlijk ook allemaal. En in het pakken. En waar we gaan lopen of lopen, is beter binnen de afgelopen jaren. De start van de 10e mei. Ja, dat zie je toch wel van het jaar. Maar nu gaat het pas beginnen. Maar nu gaan we dames van de Geuze Raad onder het aanpraten van Marleen, want die kan wat veel beter. Maar pakken en bedenken, dat ik. Gaan we beginnen als op maandag of 4. Een groot feest en vriendelijk. Marleen, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Hallo de Nelson. Fijn dat jullie er zijn. We gaan gewoon lekker zitten. Met het eerste drietal. En dat is het drietal Martine, Nikki en Femi. Kijk er langs eraan. De meiden hebben er zin in, maar heel veel rondjes gedraaid. Daar net achter de staart. We zien hier Martine in het geel. Ze heeft een rok aan met een ogen daaroverheen. Een vestje en een muts daarbij. Helemaal bij pas verschijnt. Daar gaan we. Je kijkt in het blauw en het goud. Je heeft een overrooi aan met een mutsje en een sport. Ja. En VW in het groen met het zilver. Ook een rokkenmesje, een sport en een mutsje. En vooral die rokken die draaien zo mooi. Laat het maar zien, dames. Dat kunnen jullie zo goed. En je eten niet houden, dat is ook goed. Nou, lekker een goede pakje zo met z'n drinkjes. Normale kleding, maar ook zo mooi gemaakt. Nog een rondje voor opa? Oh, ja. Altijd een rondje voor opa. Thank you. Daar hebben we Emma. In het grijs kroen. Een rok met een kruis. En een hersje met touw. We willen het weten van al die stoffen die binnengekomen zijn. Er zijn heel veel gordijnen binnengekomen waar veel bloesjes van gemaakt zijn. Dus daar zul je het een en ander van te vinden deze middag. En de veterstuiver zit aan de voorkant, maar ook bij de schouders. Dus hij kan aan alle kanten versteld worden. En dan hebben we daar Colin. En Colin die draagt een bloes met de kleuren van de slag. In de touw is terug te zien. Een mooie baret. Een leerjack en een met een broek. En ik moet vermelden dat het een echt leerjack is. Helemaal bijpassend met de kleur van de baret. En samen is het dat het wel was. Ik ben eruit. Sweet. Dat is goed. En daar komt nu Julia bij. En Julia draagt een prachtige rode jurk. Met een bloempastel in het midden. Afgezet met goud en groene
lengte. In de mouwen dezelfde lengte. De mouwen zo klein leven bij het echt heel goed. Prachtig. Applaus. Hurley is alles hebben. Prachtig lichten aan de armen. In dezelfde kleur als groen zit er een centuur bij, waar ook nog mooie kraaltjes en bloemetjes op gemaakt zijn. En er zit een mooie hoed bij. Mia draagt deze heeft in haar hand. En ook op die hoed zit zo'nzelfde kralen bloem vastgemaakt, als ook het centuur terug te vinden is. Afgezet. Zelf gemaakt. Gezellig gemaakt. Ja, heb jij deze keer zo uit de stad? Nee. Nee. Maar ze laten het wel. Ja, dat wel. Dan hebben wij hier Veerlak. En Veerlak draagt een rok in blauw. Wederom met een veter. In dit geval met een lint. Een lichte bloes erbij. Ik kan me zo voorstellen dat als het zomers weer is, dat het dan een heerlijke pak is. Die draagt een broek, een vest, een leren jack en een baret. En een blouse van Stijlen is ook regel met een veter sluit in hoog namens Club. Dan hebben we daar Esther. En Julia. Ja, Julia, allebei in een mappa. Een grijze rok, een witte overrok, een blouse en een blauw hesje. En Julia is een donkerblauwe rok, een groen hesje. En er een mooie muts bij. Een muts past perfect bij het bliesje wat je erbij aan doet. Die ziet er prachtig uit. Wij gaan weer met de vetersluiting. Een roze rok met een grijze rok erop. Een vestje waar beide kunnen weer terugkomen. Een witte blouse. Pedro met een veter kijken. En nu samen met Andy. En Andy heeft aan zelfs een balproefing. Een bloes verborgen, vastgemaakt met een touw. Een roep en een verwijderd. Komen ze nog eens alle vier. Claudia. Claudia. Waardoor je aan de binnenkant van de binnenkant van de jurk een ander patroon kunt zien van aan de buitenkant. Een grote capuchon daarop. En de liever afzetten met allemaal stenen en een kat. Hij is prachtig bijna, maar hij had het niet zo. Heel mooi gemaakt. En zo te zien zit de centuur achter vast met glitterband. En deze draagt hij een broek met een bolle jas en een bolle hoes. Hij heeft loop maar af. En de mouwen die maken natuurlijk een mooie grote tafel. Mooi. En dan gaat Ina. En een stola. En, oh, daar gaat het spel. Nog maar verder dat de spannend te koop zijn. Ja, er is een aard.
Mocht je hem nu al kwijt zijn, dan weet je ze te vinden. Een blouse met een restje, met een zwarte pintje erop. En er zijn er heel veel dames die het afgelopen jaar die stolen hebben verhaald. Die zijn allemaal weer terug te vinden. Bij de Veusknald. Ik denk dat het is de allerlaatste. En kijk, ja, een mooie blouse met een mooie kraag eraan. En een leren vest. Dat is waar. Goeie, ja, kans. En Martijn, uit de opschrijving. Een mooi borgje. Donkerblauwe poets met veters aan. Een broek en een gebreide muts. Prachtig alledaags pakking. We zien zo meteen nog een keer terug in een niet zo alledaags pakking. Dank u wel. Zonder wie? Net zo. Mooi afgezet met touw en een mooie bijpassende baret. En zo in die kopje draagt een prachtige jurk, een overkooljurk met blauwe accenten. Ja. Een mooi mutsje erbij. Gaan we hier ook nog een keer laten zien? Wauw, mooi! Sorry. Ik heb de opleiding voor interieur als transfer. En ze heeft als bijvak, als zijvak, tuttenvak, kunstgozer. Daarvoor heeft zij deze jurk gemaakt. Geïnspireerd op haar eigen ervaring die zij daarmee heeft. Zelf de tas erbij gemaakt. Ik word een beetje ontwerkt. En dan hebben we hier nog een eigen creatie van Kate. En dit is onze nieuwe van Duvenvoorde in het spel. En die heeft deze pak gemaakt voor deze dochter. Ja. Mooie slaafspak, oh, mooie kraken. Wat is goed? Dat je gemaakt. Mooie cake. En die ontstaat is weer erbij. Martine. Opnieuw met Nicky en Philip. Nicky en Philip zijn nog steeds best wel vaak naar de red. Ik had het jurk. Martine heeft er ook met dit in het mooie overgegooid jurk, een linnen jurk. Zijn wij een prachtig hoofddeksel. Het ziet er bijna een beetje oosters uit, die schrik. Het is weer een heel ander soort jurk dan wat we al gezien hebben vandaag. Emma en Colin. Emma die draagt een overrol een hersen en een vloed met haar uit. Geen rot en met een beetje een bruin omgeving. En Colin die draagt een luxe pak, wel de jas die is mooi statisch en een mooie touwversluiter en een mooie kraken. Nog een keer met ditmaal met Julia erbij. Julia daar een mooie donkere jurk. Met blauwe accent, mooie wijde en mouwen. Jullie maken het een leuk. Afgezet met de steefjes en kant aan de zijkant. En je ziet de mouwen terugkomen en jullie passen de rok. Steefjes met een patroon. Aan de achterkant een peterswijkteel. En van het in de baret komt met het zoon van steekjes weer terug. En
Esther die draagt een zware rode jurk, heb ik me laten vertellen. Een rode jurk, laten we het aan. Afgezet met goud en kraaltjes. Die heb ik de veters sluiten naar achteren. Het moest zo onderwerpen. Ja, weet je, dan moet ik ook maar op met een kennisje. Komt hij in een niet zo'n alledaags pakkie, Martijn? In een mooie, chique mantel. Met een kantenroester. En een bijpassende baret. Heel deftig, dat is een ding. En een bijtas met zitten erbij. Ja, maar kijk dit. Zo met die winter onder lijkt het lekker goed op week. Heel kleurrijk. En Claudia die draagt een jurk gemaakt door haar moeder. Yvonne, mooi van mij, je hoop hier. Net een gegeten tijd. Nog één rondje dan. En een mooie jas afgezet met lilie. Op baas mag ik zeggen. Een beste rijden. Ook afgezet met jou. En let op de details bij de mouwen. Ja. Net als al. Dat is een grapje. Ik heb een kruimjes. Mooie wijde mouwen. Bijpassen met een hoofdweksel. Heel mooi. Nee? Het pakken passen ook nog eens perfect bij elkaar, zeggen we. Heel mooi. Heb je een rok? Een mooie cake. Afgezet met een bruine rand. Een muts. Oké, vrouw. Ga jij? Ja, daar zijn we ook benieuwd naar. Pluk, die komt daarbij. Een bloesje en een muts. Wie ga je halen, Pluk? Wie gaat halen? Elisa. Elisa. Mooi, wijde mouwen. En een grote kapstok. En op de installateur zijn er steentjes gevonden. En samen draaien ze hartstikke goed. Mooi. Een bus, een motor, een cake. En een baret. En een mooie weer. Ja, laten we niet applaus denken. Twee luxe pakken, een handpak en een mooie luxe bier.
Dat is zo.